Bijlen. Ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie wel. Ik hoor de kieven wel, maar de grote meisjes. Nou, zullen we vragen achterin dan? Hallo, hallo, Bijlen. Ja, en jullie niet. Ja. Achterin, ja. Achterin. Hallo, Bijlen. Hallo, Bijlen. Op de radio hoor, als je zo'n vlaggetje zwaait. Iemand die schroomt, hallo Bijlen! En dan kan die meneer met dat blauwe trainersjackje aan wel zo mooi stoer staan kieken met zijn zonnebrillen, maar die mag ook wel wat zijn. Mooi! Heel goed! En die meneer met zijn stropdas voor, de blauwe? Lichtblauwe. Hoi! Is dat niet een ambtenaar of zo? Of is dat ook alweer? Ja, benoemd door de koningin. Heet u niet Jan van Veun en broertjes van achter? Zoiets. En is dat niet meneer de burgemeester? Zoiets. Dag meneer de burgemeester. Ja. Mooi! Je bent blij dat je er bent, hoor, in Bijlen. Je hebt een mooie hurry er niks van. Okay. Hurry ons wel. Oh, dat is goed. Hey, nu weer toch staan, Margriet, moeten we het even een oproepje doen, want ik heb hier een groen tasje bij me. We zijn op zoek namelijk naar iemand die dit kan. Breien. Wildbreien. Wildbreien. Kan de burgemeester wildbreien? Nee? Nee. Rondbreien, met een breipen. Wij zoeken iemand van jullie die vrijwillig vanavond 30 centimeter gaat breien. En dan maakt niet uit wat voor kleuren, wat voor wol het is, als het met 30 centimeter is en een meter, dat mag ook wel. Dat hoeft niet alleen vanavond. Het zou mooi wezen als we een breister komt vinden in Bijlen, die het dan morgen aan ons wil overhandigen en het mooiste zal winnen in Rolde bij de aankomstplek. Want er bent nou een actie begonnen dankzij een vrouw, Uut Meppel, van een breiclub in de Boltstraat. Wij gaan nou voor een lanteerpolen door. Gaan wij rondbreien door heel Drenthe. Dus we breien heel Drenthe rond en dan hebben we straks een hele mooie jurk voor de lanteerpaal en die gaan we veilen op 4 augustus. En dat is allemaal voor het goede doel van de stichting Malf en Toe. Zo'n vrouw met het roze shirt, die kunt volgens mij wat breien. Met die witte sjalen. Dan was de kracht gelijk achterna. Wie kan er breien? Hallo dames. Heren. Hallo. Ik geloof er helemaal niks van dat ze hier in Bijlen niet kunnen breien. We gaan niet weg voordat we een prijs verretten, hoor. Dames door, Jantje Eding, kun je niet draaien? Die dames komen toe dan. Kun je ook niet weg? Nee, niet draaien. U dan, kunt u breien? Wacht, ik heb er iemand. Kunt u breien? En wilt u dat voor ons doen? Hallo, een paar centimeter. Weet u wat u doet? U krijgt wat respect. U hoeft het niet morgen vroeg te brengen, anders brengt u het morgenavond in Rolde. Dat mag ook. Wilt u een stuk breien? Weet u hoe dat moet? Wilt breien? Ja? Moet u niet weglopen zometeen in de radio-uitzending? Moet u hier vooraan komen staan, want dan hebben we u nodig. Gaat u breien? En als we geen niet genoeg wol hebben, heeft u misschien ook nog een bolletje. En dan maken we dit. Kijk, ja, ik durf niet zoveel aan te komen, want anders dan gaat er weer een steek af. Dan maakt u er gewoon een stuk mee aan. Zet nog wel wol aan. Je ziet er mooi uit, hè? Hartstikke mooi, hè? En hoe heet u? Ja, dat moet je zelf weten, maar hoeveel kabels in. Maar dan moet je straks even op het podium komen. Als we zeggen, kan de breinmevrouw even naar voren komen? Is dat goed? En de breinmevrouw heeft ook een naam? En nog.